en ook met de levenskwaliteit, zeg maar, in de appartementen en gebouwen, om te zien of men er ook weer zou kunnen gaan leven. En dat heeft vanmiddag plaats gehad en over het algemeen gelukkig met positief gevolg. Betekent dat nu in beginsel weer heel veel appartementen bewoond zouden kunnen gaan worden, waar het niet dat men natuurlijk ook afhankelijk is van bijvoorbeeld zoiets als gas in de woning. Want ook gas is afgesloten geweest om te voorkomen dat zij maar ook de brandhaarden verder zouden worden gevoed. Momenteel vinden met Inexis en dergelijke allerlei overleggingen plaats om ook de appartementen weer zo snel mogelijk van gas te gaan voorzien. We hebben veel gecommuniceerd en gisteravond in het gebouw van de Protestantse Theologische Universiteit en vandaag ook hier vanuit het gemeentehuis en de plekken. We hebben ook heel veel medewerking gehad, moet ik zeggen, van tal van brandweerkorpsen. Ik denk dat ongeveer meer dan 100 brandweermensen hier bezig waren. Dat is meer dan een complete compagnie, zeg maar, met de nodige gevolgen als het gaat om bevelvoering en dergelijke. We hebben zelf niet opgeschaald naar 2 of 3. Ik heb zelf wel gade geslagen hoe men in het COPI, dat is zeg maar het overleg van alle dienstleiders van de verschillende brandweereenheden, maar ook gezondheids- en politie, hoe men met de zaken omging, hoe men ook strategisch de zaken heeft opgepakt, waarbij voor ons ook heel belangrijk was om met name ook de bibliotheek van de universiteit te redden. En ik denk dat we met elkaar heel blij mogen zijn dat dat ook vanwege de enorme inzet van heel veel mensen op een goede manier is gelukt. Wij hopen, voorzitter, dat we op deze manier op korte termijn dat we echt kunnen spreken dat de brand gewoon helemaal uit is. Dat het merendeel van de mensen weer hun appartement kunnen gaan betrekken. Feit blijft natuurlijk dat er droevige aanblikken is op een zeer wezenlijk stuk van de oude straat waar de brand dan is geweest. Het ziet er ook naar uit dat de voorgevel aan de oude straat, voor zover we nu weten, behouden zal kunnen blijven. Het is ook een rijksmonument, dus het is toch wel een bepalend, zou je kunnen zeggen. Dus er is ons ook veel aan gelegen. Maar we moeten natuurlijk, je weet natuurlijk nog precies wat er gebeurt. Dus wat dat betreft kijken we wel hoe de situatie precies is. We hebben ook volop goede medewerking weer gehad van Salvage en van anderen. Meneer de voorzitter, ik ben blij dit even te kunnen melden op dit moment. Waarbij, denk ik, ons meeleven met de getroffenen een belangrijke plek heeft. Maar ook onze dankbaarheid aanwezig mag zijn voor de manier waarop het is opgepakt. En het feit dat ons verder persoonlijk leed bij onze burgers bespaard is gebleven. Dat wou ik even melden. Er gaat ook vanavond weer een brief uit, zeg maar, naar de bewoners toe. We hebben ook veel media-aandacht gehad, dat zal u ook niet ontgaan zijn. En we zullen ook zeg maar, de verdere aanpak nog eens evalueren, hoe het verder allemaal is verlopen. Maar de inzet van heel veel mensen die was in ieder geval zeer duidelijk aanwezig. En ik hoop ook als ik dit zo meld, dat ik daarmee ook de informatievoorziening naar de Raad voldoende vorm heb gegeven op dit moment. Er wordt ook niet nadere stappen van de Raad gevraagd, zeg maar, om hier nu verder in te komen.